allemaal bij een nieuwe video van Alpha Vision. Mijn naam is Paco. Vandaag gaan we je 5 manieren laten zien waardoor je je spieren kan shockeren. Na de workout zou ik je meer vertellen over de methodes op zich. Laten we nu lekker gaan trainen. Ik moest vanochtend vroeg een tentamen maken in Tilburg. Ik heb maar een aantal uur kunnen slapen. Ik ben een beetje moe, dus ik pak nou de Pumpkick pre-workout zodat ik er weer tegenaan kan. We beginnen met de eerste methode, drop sets. 3 keer het gewicht naar beneden halen, 30% van je maximale gewicht gaat naar beneden. We gaan nu beginnen met de rep pulls. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Reps doen. Je focus echt op de stretch. Je houdt hem daar 3 seconden vast en dan doe je hem explosief uit. Over een langere periode zou je benchpress hier ook sterker worden. En laten we nou gewoon beginnen. Let's go! Oké, methode 3. German Volume Training. 10 sets, 10 herhalingen. 1 minuut rust tussen de sets. Van je max 60%. Daarmee doe je 10 sets, 10 reps. Pop this side, hit them this side, come and wreck it that way. Hit them this side, pop this side, hit them this side, come and wreck it.
andere methode aangekomen, negatief trainen. In onze andere vlog hebben we al negatief getraind. Daar gaan we dieper over het negatief trainen in. We doen deze methode sowieso erg, dat dit echt een van de betere oefeningen is om je spieren te shockeren. Methode supersets. Supersets focus je op agonist, antagonist. Tegenovergestelde spier. We hebben ook een vlog gemaakt over supersets. Kijk even in onze feed en dan kan je meer vinden over de supersets. Let's go down. I see hell in you. But you don't care, no. You don't care, no. You just rather watch me fall. From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. We hebben een lekkere workout gehad. We hebben dus 5 verschillende manieren getraind om spieren te shockeren. Kies een van deze methodes uit. En ga je hele workout met deze methode aan de slag. Dus bijvoorbeeld negatief trainen, hele workout negatief trainen. En heb je iets gehad aan deze tips? Like dan, subscribe of laat een comment achter wat je de volgende keer wil zien. Wij zijn Alpha Vision, visualize, work and make it happen. Tot de volgende keer. To oblivion.